Hoi! Leuk dat je kijkt naar hoe speel je. Ik ben Melvin van Lobbes en vandaag gaan we de strijd aan tussen licht en duisternis in het spel Chronicles of Light. Met jouw favoriete Disney figuren beweeg je over het bord, versla je schaduwfiguren, voltooi je quests en uiteindelijk is het de bedoeling dat je de vortex sluit, de bron van alle duisternis. Kijk snel mee, ik leg je uit hoe je Chronicles of Light speelt. Om te beginnen kiest elke speler één held met één kleur. Je verzamelt alle onderdelen van jouw held, die ook op de achterkant van jouw spelersbord staan beschreven. Plaats je helde gezondheidsvisje op 3. De vier niet vergrendelde actiefiches, dat zijn deze 4, plaats je op jouw bord en het 5e vergrendelde actiefiche, met een slotje erop, plaats je met de slotzijde naar boven in het midden van jouw spelersbord. Deze is pas beschikbaar wanneer je jouw quest hebt voltooid. De dobbelstenen en alle andere voorwerpen die bij jouw persoon horen, plaats je naast jouw spelersbord. Daarna is het tijd om het bord op te bouwen. Verzamel alle grote tegels van elke figuur waarmee je speelt. In dit geval speelt Bellen niet mee, dus deze twee tegels spelen niet mee. Ook is er één universele tegel, de Crystal Castle, die altijd meedoet, en Starlight Lake. Doet alleen mee wanneer je met twee spelers speelt. Alle tegels waarmee je speelt plaats je in willekeurige volgorde op de tafel, maar wel zo dat ze aan elkaar passen. Op deze manier kan het uiteindelijke speelveld verschillende vormen aannemen. Elke speler zet zijn figuur op Crystal Castle om te beginnen. Verzamel alle schaduwfiches van de helden die meedoen. En schud ze, stop ze vervolgens in het zakje. Trek en plaats er vervolgens één met de schaduwzijde naar boven op elk veld met dit symbool. Dat betekent dat al deze plekken een schaduwviesje krijgen. En in dit geval zijn dat al deze plekken de school en de Deepcove. Leg uiteindelijk ook het actiebord klaar met het team gezondheidsfiche op de plek die overeenkomt met het aantal spelers. We zijn met drie spelers, dus het fiche wordt geplaatst op drie spelers. Verzamel vervolgens alle duisterniskaarten. En hiervoor geldt hetzelfde als de tegels van het bord. Er zijn er twee per figuur waarmee je speelt, plus één universele duisterniskaart. En nog één kaart die je alleen gebruikt met twee spelers. In dit geval heb ik alle kleuren van de spelers waarmee we spelen bij elkaar gevoegd. En de universele kaart. Ik schud vervolgens de stapel. En ik trek het volgende aantal kaarten om een trekstapel van te maken. Bij twee spelers vijf kaarten. Bij drie spelers zes. En bij vier spelers alle zeven kaarten. In dit geval dus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eventuele kaarten die je overhoudt gaan terug. In de doos. En dit vormt de trekstapel van de duisterniskaarten. Elke speler kiest vervolgens vanaf zijn eigen kaarten, naast de persoonlijkheidskaart die je ter overzicht kan hebben liggen, uit de quest, willekeurig één questkaart. De overige kaarten gaan ook terug de doos in. Je kijkt op de questkaart en daar zie je staan dat je ter voorbereiding iets moet doen. Volg de instructies op. In dit geval staat er simpelweg plaats het vaasviesje in het museum. Ik kijk tussen alle spulletjes die ik heb liggen. Ik heb het vaasviesje. Ik leg hem in het museum. Dat mag zo erop of een beetje ernaast. En vervolgens alle viesjes die ik niet heb gebruikt en dus niet nodig zou hebben tijdens dit spel, omdat ik die quests niet hoef te doen, die verplaats ik terug in de doos. De speler die als laatste een Disney-film heeft gezien. Die wordt de leider van de eerste ronde en ontvangt de leidersbadge. En tot slot onthul je de bovenste kaart van de duisternisstapel en volg je de instructies op. In dit geval staat er verplaats de vortex naar het museum en voeg één schaduwfiche toe aan beide kleine velden op de museumtegel. We plaatsen dan dus de vortex op het museumtegel. En voegen één schaduwviesje toe aan beide kleine velden op de museumtegel. Dat betekent hier een schaduwviesje en hier een schaduwviesje. Wanneer je dat gedaan hebt, ben je klaar om aan het spel te beginnen. Dit spel is een coöperatief spel. Dat betekent dat je met elkaar aan de slag gaat om van het spel te winnen. Er zijn geen aparte beurten, maar elke ronde, dat is één dag. Is er een spelleider die het plan voor de dag overziet en op basis daarvan de groep begeleidt in het maken van beslissingen en het spelen van acties? Het spel bestaat steeds uit het spelen van een actiefiesje, die wordt geplaatst op het actiebord en vervolgens wordt uitgevoerd. Na zes acties vanuit de groep is de dag voltooid. Er wordt dan een nieuwe duisterniskaart omgedraaid, waardoor de duisternis zich verder verspreidt over het Rijk. En tijdens het spel werk je samen om ieder afzonderlijk de eigen quest te voltooien, met elk hun eigen eisen. Ondertussen zul je schaduwen moeten verslaan en voorwerpen op locaties oppikken of afgeven. Zodra jouw held gezondheid 0 heeft bereikt, moet je het teamgezondheidsviesje ook één naar beneden plaatsen. Je mag pas weer bewegen of vechten als je genezen bent. Hoe win je samen uiteindelijk? Als je... Alle quests voltooid, alle schaduwen op het bord verslaat en samen de vortex vernietigt. Wanneer verlies je? Als je geen nieuwe duisterniskaart meer kunt omdraaien aan het begin van de nieuwe dag. Of als je de laatste plek van het Team Gezondheidspad hebt bereikt. Je begint het spel door met elkaar te overleggen wie als eerste een actievisie gaat spelen. Mocht je er met elkaar niet uitkomen. Uiteindelijk besluit de spelleider van de ronde wat jullie gaan doen. Wanneer je een actiefiesje op het actiebord legt, voer je de actie meteen uit. Dat kan zijn: bijvoorbeeld, twee velden verplaatsen of twee gezondheid genezen. Bij deze actiefiches geldt altijd: je kiest tussen de ene of de andere actie. Voor verplaatsingen geldt: een beweging van één veld naar een aangrenzend veld telt als één zet. Wanneer je een bewegingsactie gebruikt, dan mag je onderweg, dus tijdens je beweging, voorwerpen of helden oppakken en of afgeven. Je reis eindigt echter als je tijdens je beweging een schaduw tegenkomt. Stel, ik sta hier, ik wil twee bewegen, dus ik ga eerst hier langs en dan wil ik verder, maar ik kom een schaduw tegen, dan zal ik die eerst moeten bevechten. Een schaduw bestrijd je door het gooien van jouw twee dobbelstenen. Je moet de schaduw verslaan voordat je voorwerpen kunt afzetten of oppakken in het betreffende veld, of voordat je een veld met een schaduw weer kunt verlaten. Om te vechten, gooi je allebei jouw dobbelstenen. Je kunt ervoor kiezen om één of allebei de dobbelstenen eenmaal opnieuw te gooien. Op de schaduw kun je zien hoeveel treffers je nodig hebt om deze schaduw te verslaan. In dit geval vier. Heb je Evenveel of meer sterren gegooid, dan heb je de schaduw verslagen en mag je hem omdraaien. Stel ik had bijvoorbeeld zes sterren gegooid, dan was dat meer dan nodig was, heb ik de schaduw verslagen en draai ik hem om. In dit geval gooide ik echter ook een schaduwsymbool. Voor elk schaduwsymbool wat ik gooi, gaat de gezondheid van mijn held één plek omlaag. Je mag een schaduw ook bevechten met meerdere helden. Die op hetzelfde veld staan. In dat geval gooien alle aanwezige helden hun dobbelstenen en moet de gezamenlijke waarde van de sterren hoger zijn of gelijk aan de sterkte van de schaduw. Wanneer ik niet genoeg treffers heb gegooid om het gevecht te winnen, heb ik twee opties. Ik kan ervoor kiezen om direct nogmaals het gevecht aan te gaan, door mijn dobbelstenen opnieuw te pakken, opnieuw te gooien. Ik loop daarbij natuurlijk wel risico dat als het weer niet lukt, ik steeds wel eigen gezondheid verlies als ik schade symbolen gooi. De tweede optie waarvoor ik kan kiezen is wachten totdat een andere held zich bij mij voegt om zo samen opnieuw de schaduw te kunnen bevechten. Let op, schaduwen komen weer op volle sterkte bij het begin van elk gevecht. Dus ook al had ik een 3 gegooid, als ik nog een keer deze schaduw ga bevechten is de sterkte nog steeds 4. Tijdens het spel werken de spelers samen om hun quest te voltooien. Je kunt ervoor kiezen om allemaal tegelijk aan één of aan meerdere quests tegelijk te werken. De stappen van elke quest moeten in numerieke volgorde worden uitgevoerd. Hier zie ik bijvoorbeeld twee stappen bij mijn quest. Als eerste, violet moet naar het museum reizen en de vaas ophalen die daar ligt. Daarna stap 2. Violet moet een andere held bij de school ontmoeten en deze de vaas geven om de schaduwen van het pad te gooien. Die held moet de vaas veilig terugbrengen naar Crystal Castle. Dat is dus mijn quest. Ik moet eerst deze vaas oppikken, dan iemand bij de school ontmoeten, de vaas overgeven. Die moet uiteindelijk een schaduw bestrijden en dan de vaas terugbrengen naar Crystal Castle. Best heel wat om te doorlopen dus. Wanneer een speler voorwerpen heeft opgepakt, zoals de vaas die ik straks ga oppakken, dan kun je laten zien dat je deze met je meedraagt door hem op je spelersbord te leggen. Als ik hem aan een andere speler overgeef, dan kan dat alleen als wij samen in hetzelfde veld staan. Dan leg ik de vaas op deze andere speler. De dobbelstenen van een held worden soms gebruikt om een succes of een mislukking weer te geven tijdens het uitvoeren van je quest. Als je dat moet doen en met de dobbelstenen moet gooien, dan staan sterren voor succes en het schadesymbool staat voor een mislukking. Wanneer een speler uiteindelijk zijn quest heeft voltooid, mag je de kaart omdraaien. Het vergrendelde actiefiesje in het midden van jouw spelersbord mag je nu ook omdraaien. Deze is ontgrendeld en mag je vanaf nu gebruiken. Wanneer de spelers zes actiefiesjes hebben gespeeld, of wanneer ze besluiten dat ze deze dag geen actiefiesjes meer willen spelen, dan is de dag voorbij. Om een nieuwe dag te beginnen, neem je eerst alle actiefiesjes terug. Vervolgens geef je de leidersbadge door aan de volgende speler en wordt de volgende duisterniskaart van de stapel onthuld. Onthoud, wanneer er geen duisterniskaarten meer over zijn, hebben jullie het spel verloren. En iedere keer dat je een nieuwe duisterniskaart omdraait, volg je de instructies op die op de kaart staan beschreven. In dit geval moet de Vortex worden verplaatst naar Shimmering Shores en moet er een schaduwfiche worden toegevoegd op één van de kleine velden die daaraan grenst. Dus hier leggen we een nieuw schaduwfiche neer. Je volgt altijd de instructies op van de vortex die op volle sterkte is. Dat is 6. En dat betekent dat je kijkt naar het bovenste gedeelte van de duisterniskaart. Tenzij je de vortex al hebt verzwakt, dan kijk je naar de onderkant van de duisterniskaart waar een 4 bij staat. Dus hierbij de uitleg. Hoe verzwak je de vortex? Het kan pas wanneer je alle quests hebt voltooid. Je besluit dan met elkaar om met alle dobbelstenen te gooien en bij een totaal van zes of meer treffers heb je de vortex verzwakt van een sterkte van zes tot een sterkte van vier. Dit zorgt er ook voor dat de vortex zich niet meer kan verplaatsen, omdat vanaf dan de duisterniskaart alleen nog de onderkant van de instructies worden opgevolgd. Daarbij staat nooit meer een verplaatsing van de vortex aangegeven. Dat betekent ook dat de spelers nu nog maar één taak te volbrengen hebben. Samen naar het veld van de vortex bewegen om, wanneer iedereen daar is, de vortex te verslaan. Net zoals je een schaduwfiguur verslaat. Wanneer dat gebeurd is, is de vortex verslagen en winnen de spelers direct het spel. En dat is hoe je Chronicles of Light speelt. Een spel wat door de ontzettende grote hoeveelheid mogelijkheden nooit hetzelfde zal zijn. Dus heel veel plezier met het spelen en tot de volgende keer bij Lobbes. Hoi hoi!